even uitwaaien. Beetje frisse lucht. Kan hem goed doen. Dat is toch de badkamer? Ja, hij gaat altijd naar de badkamer als de spanning te hoog oploopt. Ik raad je niet aan om te storen, hij kan het wel alleen af. Gebruikt hij medicijnen? Nee. Nee. Ook geen drugs. Het zit echt in hemzelf, hè. Het is een ziekte. Maar waarom krijgt hij dan geen medicijnen? Dat bestaat niet. Het is een nogal zeldzame ziekte en voorlopig niet te genezen. De doktoren staan voor een raadsel. Erfelijk misschien. Ja, er dobberen inderdaad wel wat eigenaardige genen rond in zijn familie. En u, bent u niet bang ik dat u... Ik ben al heel lang niet meer intiem met Wodan. Nou zeg, wat is dat dan eigenlijk voor ziekte? Ja, dat weet ik toch niet. Dan moet je de doktoren vragen. Daar bestaan hele lange Latijnse namen voor. Omnia amor vincit et nos... Zeg, ga jij eens even een aspirintje voor mij halen? Heb je hoofdpijn? Ja, anders voel ik het niet. In het kastje, in de badkamer. Ja, maar daar zit Wodan. Hij bijt niet. Vindt u dat wel verantwoord? Oh, Wodan is zijn vader. Is de koffie op? Dan schenk ik u eens een glaasje in. Ja, dat zou u goed doen. Oh, ik voel me al... Het spijt mij van daarnet, hè. Dit is echt een beschamend tafereel. En ik hoop dat u het ons wil vergeven. God zal het u vergeven. Oh, fijn. Maar ik hoop ook dat ik nog een beetje goed kan maken. Ik voel me al zo heel best zo, ja. Dank u. Vindt het niet lekker? Het is heel... Het is niet zwaar. Het is echt een damesdrankje. Dat is het niet, maar ik kan het me niet permitteren zo. Bent u ook ziek? Nee. We zijn nou toch onder elkaar. Nou ja, ik wil u niet... Het komt ook maar zelden voor dat ik... Maar santé. Merci. Het is nogal zoet, bijzonder zoet. Zo vaak overkomt het me ook niet. Dit soort dingen moeten me ook overkomen, want ik zelf zou ze nooit opzoeken. Het is niet alleen omdat God het mij verbiedt, want een mens is vrij om de verleidingen te weerstaan. Geboden bestaan bij de gratie van de overtreding. Het is niet dat ik de genuchten niet ken. Het is goed dat het mij in mijn ambt niet toegestaan is om te drinken. Maar u bent nou toch even buiten dienst? Dat is het niet. Ook zonder uniform moet ik mijn grenzen in acht nemen. Dat is zo, omdat ik weet dat het niet gezond voor me is om te drinken of een man te bezitten. Maar eigenlijk is het andersom, nietwaar? Door een man word je bezeten. Oh, dat hoeft niet zo te zijn. Ik laat mij door Wodan niet bezitten. Dat zou ook niet gezond zijn. Door die verschrikkelijke ziekte, ja, zeker? Ja, nou, het is niet overdraagbaar, hoor, als u dat soms denkt. Zit in zijn hoofd. Hij is een beetje gek. Ja. Oh, dat is niet zo mooi. Oh, het spijt me. Ik wil dit niet belachelijk maken. Het is natuurlijk verschrikkelijk en het getuigt van grote moed dat u... Ik heb nooit de moed gehad om een gezin te stichten. Hoe onbehouden uw man zich ook gedroeg daarnet, hij raakte wel degelijk een teerpunt bij mij. Het is niet dat ik mij ervoor schaam, maar toch kom ik er hoogst zelden over te spreken. Voornamelijk toevallig. En dan meestal met een vrouw of invalide mensen. Ah. Nou, het is ook een vorm van minder valide zijn, hè? Zo zonder man. Zo zonder man bedoelt u? Ja. Zo'n drankje wekt de lust om te vertellen wel. Schenk ik u nog eens in? Oh nee, dank u. Als ik er nog een neem, dan kom ik niet meer thuis. Oh, dan bestel ik een taxi voor u en ik sta erop om een voor u te betalen. Oh, dat kan ik niet aannemen. U bent al te bescheiden. Ieder mens verdient het één avondje vrij te zijn van zijn verplichtingen. En u bent waarlijk een goed mens en een prachtige vrouw. Als ik zo door dat apenpakje heen mag kijken. Wat u mijn apenpakje noemt, is mijn uniform. Vindt u het niet mooi? Want ik vind het eigenlijk een heel bijzonder pakje. U kunt u aanmelden bij het leger, mocht u geïnteresseerd zijn. Alleen voor dat pakje. Ik ben bang dat ik snel door de band val. Wegens ongeloof. Ja, of bandgedrag. Jij gelooft niet in God, hè? Ik zou uw pakje wel eens even aan willen trekken.
dus passen. Als u dat wilt. Ja, graag. Ik durf het eigenlijk niet te vragen.